Dulcamara betekent bitterzoet. Bitterzoet slaat op de tegenstellingen die er op de gitaar mogelijk zijn tussen heel lyrisch, heel warm, heel agressief enzovoort. Je moet alleen bij een gitaar altijd de rekening mee houden dat het is eigenlijk een instrument voor dichtbij. Alle dimensies zijn veel kleiner dan een orkest, dat weet iedereen. Maar je moet je daar wel heel erg rekenschap van geven. Dus je hebt een klein maar aandachtig publiek nodig om goed alles te kunnen horen. Dulcamara werd geschreven voor Reinhold Westerheide. En ik heb het stuk eerst gemaakt en toen het helemaal af was, toen ben ik eigenlijk pas begonnen met hem te vragen, kan dit wel, kan dat wel, enzovoort. En tot mijn verbazing kon eigenlijk alles bijna. Dat vond ik heel fijn. Het is altijd voor een componist ontzettend spannend als hij voor een instrument schrijft wat hij eigenlijk niet kent. En als hij zich heel goed verdiept in het instrument, om het maar pathetisch te zeggen, in de ziel van het instrument, dan kan die heel dichtbij komen. Ik heb een heleboel partituren bekeken en ontzettend veel geluisterd. En ik heb ook zelf heel veel gitaar gespeeld. Dat kan ik helemaal niet goed, maar wel voldoende om bijvoorbeeld alle samenklanken te meten. Alle mogelijke mogelijkheden en beperkingen te onderzoeken van het instrument. Daar ben ik heel lang mee bezig geweest. Ja, vanuit mijn achtergrond als slagwerker zocht ik ook naar manieren om zoveel mogelijk contrasten te maken. Er is een enorm contrast tussen het hele zachte flageoletgedeelte aan het eind bijvoorbeeld. En het rasquado of rasquedo, zeggen jullie geloof ik ook, hè? Gedeelte. Dat zijn grote contrasten en plectrum is een van de manieren waarop je die contrasten zou kunnen maken. En dan ga je op een gegeven moment, ga je het als het ware in de vorm duwen. En dan ga je bepalen welke keuzes je gaat maken. Bijvoorbeeld hoe vaak je een bepaalde beweging opbouwt en wanneer je hem afbreekt enzovoort enzovoort. Dus het is een samengaan tussen intuïtie en organisch contrast.